Een verontruste groet. Uw aandacht voor de aangescherpte COVID-maatregelen. Vanaf woensdag 27 januari 2021 tot en met 9 februari 2021 gelden de volgende maatregelen. De algemene maatregelen blijven van kracht. Het dragen van mond- en neusbedekking buiten eigen huis is verplicht, met name bij het betreden van ruimte. Dit geldt niet voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar. Neem de 1,5 meter fysieke afstand, de zogeheten COVID-afstand, altijd in acht. Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik een hand sanitizer. Het wordt zeer dringend geadviseerd om thuis te blijven en slechts voor noodzakelijke werkzaamheden, medische noodgevallen of het doen van noodzakelijke boodschappen uit huis te gaan. Maatregel 1, het uitgaansverbod, is vanaf woensdag 27 januari 2021 tot en met 9 februari 2021 ingesteld van maandag tot en met vrijdag van 7 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Vrijdag 29 januari ingaande 7 uur 's avonds tot en met maandag 1 februari om 5 uur 's ochtends. Vrijdag 5 februari ingaande 7 uur 's avonds tot en met maandagochtend 5 uur. Tijdens het uitgaansverbod in het weekend zullen alleen specifieke groepen personen met toestemming op straat mogen. Alle winkels en handelszaken zullen gesloten zijn. Buiten de tijden van het uitgaansverbod gelden de volgende maatregelen. Maatregel 2, geen samenscholing van groepen groter dan 5 personen. Dit geldt niet voor werk en sectoren of activiteiten waarvoor er een protocol is. Het is verboden feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Hiervoor zal er nog steeds geen dispensatie worden verleend. Deze zijn potentiële mass-spreading events. Hiervoor mag onder geen beding toestemming of ontheffing gegeven worden door de autoriteiten. Maatregel 3. Bijeenkomsten voor rouwzittingen, uitvaarten en religieuze bijeenkomsten zijn uitsluitend toegestaan indien er voor zover niet meer dan 10 personen tegelijkertijd ter plaatse aanwezig zijn en met inachtneming van de COVID-19 maatregelen. Maatregel 4. Alle sportactiviteiten met inbegrip van contactsporten zijn niet toegestaan, met uitzondering van individuele sportactiviteiten. Maatregel 5. Personenvervoer door middel van het openbaar transport over de weg of over het water is uitsluitend toegestaan met inachtneming van het protocol openbaar vervoer. Maatregel 6. In de periode van woensdag 27 januari 2021 tot en met 9 februari 2021 zijn de volgende voor het publiek toegankelijke commerciële localiteiten of ruimten gesloten. Restaurants en andere commerciële gelegenheden voor het bereiden en leveren van eten met uitzondering van afhaal of bezorging. Afhalen blijft mogelijk tot 7 uur 's avonds en levering tot 10 uur 's avonds. Nachtclubs, dancings, discotheken en dergelijke gesloten. Bordelen, bars, recreatieorden, casino's, gok- en vermakelijkheidsgelegenheden. Kansspelkantoren, sportscholen, yoga- en dansscholen, aerobic, zumba, sport- en fitnesscentra of gelegenheden ook gesloten. Eveneens contactberoepen, waaronder kappers, kapsalons en barbershops, met uitzondering van medische beroepen. Maatregel 7. De bewaking van onze gesloten landsgrenzen wordt opgevoerd aangezien import van COVID-19 varianten, met name uit Brazilië, een gevaar vormt. Per heden is personenverkeer met Brazilië en Guyana gesloten. Uiteraard zullen slechts repatrianten met quarantainemaatregelen worden toegelaten. De grens via de lucht is dus uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is. En uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld. Maatregel 8. Binnenlandse vluchten zijn uitsluitend toegestaan voor vracht, repatriatie van gestrande passagiers en voor medische noodgevallen. Maatregel 9. Personen in quarantaine of isolatie, maar ook personen die verplicht thuis blijven, dienen zich strikt te houden aan de maatregelen. Het is hun verboden om zich buiten hun woning
of verblijfsgelegenheden te begeven of te bevinden. Maatregel 10. Alle overheidskantoren en scholen zullen in de periode van 27 januari 2021 tot en met 9 februari 2021 worden gesloten. Dit geldt niet voor essentiële diensten van de overheid. Personeel moet voor zover mogelijk van huis uit werken en via Zoom of andere media vergaderen en overleggen. Dat geldt ook voor de hoge colleges van staat, regering en de Nationale Assemblee. Maatregel 11. Het toezicht op de naleving van de mondkapjesplicht op de werkplek, kantoren, bedrijfsruimte, ziekenhuizen enzovoort, wordt opgevoerd door mensen aan te wijzen die hierop letten en optreden. Maatregel 12. Het is in ieder verboden om alcohol te gebruiken in het openbaar. Dit naar aanleiding van de statistieken waarbij diverse besmettingen hebben plaatsgevonden bij personen die zich hebben opgehouden bij supermarkten. Met name alcoholgebruik en het onnodig ophouden in de nabijheid van winkels en supermarkten is per heden verboden en er zal hiertegen worden opgetreden. Maatregel 13. Er mag per gezin slechts één persoon toegelaten worden tot supermarkten en andere handelszaken. De verantwoordelijkheid en controle hiervan zal geschieden door de handelszaken. Maatregel 14. Scholen zijn vooralsnog gesloten, gezien het feit dat mogelijk kinderen ook een rol spelen bij de transmissie. Maatregel 15. Markten mogen op weekdagen open onder naleving van de geldende protocollen en strak toezicht van marktmeesters, Milieu- en Arbeidsinspectie. In het weekend zijn alle markten gesloten. Vermeldenswaard zijn de volgende besluiten. De handhaving zal intensiever zijn gedurende de komende periode. Het gebruik van alcohol in het openbaar is per zaterdag 23 januari 2021 verboden. Het onnodig en zonder reden ophouden in groepsverband voor een winkel is verboden. Recreatieoorden zijn gesloten. Tegen personen die zich in weekenden naar recreatieoorden begeven, zal streng worden opgetreden. De sancties zullen eveneens gelden voor de vergunninghouders van de recreatieoorden. In het vooruitzicht ter beheersing van de epidemie is het duidelijk voor de regering dat bij aanhouden van de huidige epidemiologische trend nog stringentere maatregelen zullen volgen. De trend met betrekking tot de infecties zal bepalend zijn. De bevolking wordt zoveel mogelijk verzocht om reeds bij beginnende symptomen zo snel mogelijk te gaan testen en zich te isoleren van collega's en familie totdat de testuitslag bekend is. COVID-19 gerelateerde klachten of verschijnselen kunnen zijn koorts, temperatuur vanaf 37,5 graden, zonder duidelijke andere oorzaak of koortsig gevoel. Hoesten kan ook een verschijnsel zijn, verlies van smaak of reuk, lichaamspijnen of spierpijnen zonder duidelijke andere oorzaak, diarree of braken, ook een verschijnsel, misselijkheid, vermoeidheid, koude rillingen, kortademigheid vooral, keelpijn, verwardheid, hoofdpijn relatief vaak achter de oogbollen, loopneus, algehele malaise, algeheel onwelbevinden, ontsteking aan handen of voeten. Tot slot zij vermeld dat alle goedgekeurde protocollen te zien zijn op de website van het BOG, het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, www.bogsuriname.com. Dank u wel.